Mijn naam is Dirk Werkman. Ik ben hier oefenleider op de multidisciplinaire oefening Nooit Soezen, Maar Broezen, die we hier in het Maandewaard houden. We zijn hier in het Maandewaard in het oefendorp van Defensie om een multidisciplinaire oefening te houden waarbij de politie, de brandweer en de ambulance gezamenlijk een aantal scenario's doorlopen om de problematiek, het incident zeg maar, samen op te lossen. En vooral die samenwerking, daar gaat het om. Die vandaag hier oefenen, dat zijn de politie, de ambu en de brandweer. En vanochtend hebben we een groot scenario gedraaid waarbij ook het Sigma-team, dus de snel inzetbare groep medische assistentie, die heeft hier vanochtend ook meegeoefend. Dus ja, we hebben een hoop multipartners in ons scenario gedraaid vandaag. We hebben drie oefeningen vandaag. Vanochtend een heel groot scenario waarbij iedereen tegelijk beoefend werd. En vanmiddag hebben we twee kleinere scenario's en die worden afwisselend gedraaid. En ja, hoe zien ze eruit? Vanochtend hadden we bijvoorbeeld een incident in het oude gemeentehuis aan het Hofplein hier in Maandewaard. Waar we een discotheek, een feestje hadden. En er is een explosie geweest. Toevallig was in de kelder nog een ecstasy, een soort tabletteringrichting. Dat gaf ook nog de nodige problemen. Het feestje waren een hoop mensen op afgekomen. Ja. Dus we moesten op alle kolommen stevig aan de bak om het op te lossen. En dat was echt een leerzame oefening vanochtend. Vanmiddag hebben we twee andere scenario's. Eén is met een huis, het wordt in geklust en er is een gaslekkage geweest, een explosie geweest. Brandje is door de brandweer gedaan, het is niet helemaal zeker of er slachtoffers in waren. Dus een ambulance rijdt ook om. Ja, en de deur wordt geopend en de binnenmuur valt om en daaronder komt een brandweerman terecht. En dan moeten we schakelen van ja, eigenlijk een brandinzet in je eigen in een huis naar een hulpverleningsinzet met je eigen collega. En dat is ook een uitdagend scenario voor zowel de brandweer als de ambulance. Ja, dat is het.
tweede scenario, dat is een vliegshow hier zo. En twee parachutisten zouden een showsprong maken met flares en alles erbij. Nou, dat is door de wind en wat andere problemen is dat mislukt. Ze zijn hadden neergekomen als de bedoeling was. Eén hangt in de boom aan zijn parachute en een meter of drie van de grond af. En de andere ligt op de grond en die heeft zijn onderbeenfractuur en volgens mij bekkenletsel. En de traumaheli komt eraan en laat die dan nog net neerstorten. Ja, en dat mag je dan ook met een TS, een tankautospuit en een ambulance oplossen. Dat. Veel te doen van de heren en de dames. Gezamenlijk doel voor vandaag voorbereid. En, natuurlijk heeft iedereen zijn eigen mono-oefendoelen. Maar vooral het gezamenlijke doel is hoe kunnen we elkaar helpen en versterken om het op te lossen. Want de kracht zit vooral in de samenwerking. Daar hebben we vandaag stevig op in. Hij staat weer op de grond.